Ik moet zeggen, er is wel wat dingen veranderd, maar ook heel veel is nog hetzelfde. En ik vind het sowieso leuk. Ik woon nu in Eindhoven, dus ja, ik vind het gewoon überhaupt al leuk om in deze omgeving weer te zijn. En ja, om dan helemaal terug te zijn op de plek waar je echt toch 6 jaar ja, bijna elke dag gesleten hebt, ja, dat is heel leuk. Hoe was het om met die kids te spreken die nu eigenlijk hetzelfde doen als jij? Ja, leuk. Ik zei ook, het is echt grappig om te zien, omdat je... Ja, een paar jaar terug zat ik op diezelfde plek en ja, dat klinkt gek, maar dat is wel zo dat je dan opeens denkt van goh, het was wel heel leuk in die tijd, ja. Hoe was het voor u om Hidde Jurjes weer te zien na zo'n lange periode? Heel erg leuk. Dat, hij is nu 5 jaar bij ons van school weg, maar eigenlijk volgen we met heel veel collega's, ikzelf ook, Hidde in kranten en we weten wat hij doet. Geweldig. Ik vind het heel erg leuk om hem weer terug te hebben gezien. Ja, want jullie zijn topsport georiënteerd en topsportvriendelijk. Wat wil dat zeggen bij jullie op school? Leerlingen die boven het gemiddelde niveau actief zijn. Dat is niet alleen op sportgebied, maar ik heb ook modellen die toptalent zijn. Maar als je bijvoorbeeld in een Gelderse selectie of in een oostelijke selectie of landelijke selecties speelt, bijvoorbeeld Jong Oranje, dan krijg je bij ons faciliteiten en dan willen wij als school proberen zowel talentontwikkeling als het diploma hand in hand te laten gaan. Jij zat er toen in de tijd dat jij bij de Graafschap was. Hoe ging dat toen? Hoe combineerde jij school met topsport eigenlijk? Ja, ik ging vaak tot 4:30 ongeveer hier naar school. En dan kregen we, vanaf 4:30 mochten we gaan. En dan trainen we volgens mij 4:30 hier achter in de wijk. En ja, dan trainen we en dan gingen we naar huis. Maar ja, we zaten wel echt de hele dag hier op school. Dus het was vooral het rietveld wat toch een beetje die jeugd gevormd heeft, denk ik. We hebben vandaag van Hidde een shirt gekregen en die gaan we inlijsten en die komt erbij. Om de hoek hangen nog een aantal shirts en ja, dat vinden we leuk.